ontvangen. De Strato Cruiser Europe, het vlaggenschip van de American Overseas Airlines. Dit toestel is ontwikkeld uit het vliegende Supervork B29. De vleugels hebben een spanwijdte van ruim 43 meter. Elk der motoren heeft een capaciteit van 3500 paardenkracht. Met zijn vieren kunnen ze de machine een kruissnelheid geven van 550 km per uur. Het extra bijzondere van deze luchtreus is dat hij twee dekken heeft. Op het bovendek vinden we een comfortabele ruimte die plaats biedt aan maximaal 100 passagiers. Een trapje voert ons naar het benedendek, waar zich een cocktailbar voor 14 personen bevindt. De bestuurderscabine heeft zoveel meters, hendels en knoppen dat een gewoon mens er duizelig van wordt. Dit alles hadden 4000 bezoekers van Schiphol bewonderd toen de burgemeester van Amsterdam en de minister van Verkeer en Waterstaat zich met vele anderen aan boord begaven voor een tocht boven Nederland. Het vliegtuig heeft een speciaal aggregaat voor het starten der motoren. Met 65 genodigden en een 10-koppige bemanning begeeft dan het gevaarte van 65.000 kilo zich naar de startbaan. Motoren die 3000 liter benzine per uur verslinden zijn binnen nauwelijks hoorbaar. Terwijl het toestel toch met een vaart van 500 kilometer door de lucht schiet, lijkt het voor de passagiers alsof het nauwelijks vooruit komt. Zo glijden de panorama's van de grote steden in het westen onder de Europe voorbij. Een uur na het vertrek landt de Stratocruiser weer op Schiphol. Nog diezelfde dag vertrok de machine met 40 Europese journalisten naar Amerika, die daar op uitnodiging der Amerikaanse regering een studiereis van 16 dagen zullen maken.